Bonjour à toutes et à tous et bonjour Heidi. Bonjour Laurence. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. C'est très gentil. Alors à ce deuxième podcast, sans surprise cette fois, ça c'est vrai, qu'on a donc appelé ce podcast le CEO Cast. We spreken vandaag niet toevallig. Heidi, we zijn op 8 maart, dus dat is de Internationale Vrouwendag. Een belangrijke dag. En ik herinner me een beetje meer dan drie jaar geleden, toen je CEO van AG bent geworden. Er waren titels in de pers. Een vrouwelijke CEO voor AG, een topvrouw voor AG. Wat dacht je dan? Wat was je gevoel? Oh, ik dacht, is dit verrassend voor een bedrijf die al 200 jaar bestaat? Maar ik kon het wel plaatsen, hè, want in de financiële wereld is een vrouw aan de top toch nog wel eerder een uitzondering. Alhoewel dat ik zelf nooit het gevoel heb dat ik harder had moeten klokken dan mannen om eigenlijk mijn loopbaan uit te bouwen. Dus ik heb eigenlijk altijd wel mee goed gevoeld. Oké, het is een redelijk mannelijke wereld nog aan de top, dus je moet je mannetje staan, maar wel met respect voor iedereen. Dus dat was voor mij eigenlijk wel een mooi verhaal. AG heeft eigenlijk wel altijd een voortrekkersrol gespeeld. Ik heb gezien dat de eerste vrouw bij AG al in dienst kwam in 1933, wat toch redelijk revolutionair was. En in 1974 verscheen er zelf een krantenartikel waar dat toen gezegd werd dat diensthoofd het hoogst mogelijk bereikbare functie was binnen een verzekeringsmaatschappij voor een vrouw. En zie nu, dus mooi vooruitgang. Ja. Tu le disais justement, on pourrait croire que l'assurance c'est un monde d'hommes, mais chez AG, la plupart des collaborateurs sont en fait des collaboratrices, puisqu'on est 55,2% de femmes. Alors, est-ce que finalement l'assurance, ce serait pas plutôt un métier de femme? Oh. Verder, l'assurance, c'est un peu de social. Hein? C'est aussi notre valeur, care. Hein? Donc, c'est soigner pour les clients. Donc, tu pourrais dire que c'est une sorte d'attraction pour les femmes. Mais je ne veux pas trop utiliser ces stéréotypes. Mais je voudrais quand même accentuer qu'on a déjà fait du progrès. Parce qu'on avait fait une mesure des femmes dans le management supérieur en 2021. Et à ce moment-là, on avait 28% des femmes qui étaient dans ce groupe-là. Aujourd'hui, c'est déjà 36. Donc, on fait vraiment du progrès. On a aussi signé le Charter Women in Finance. Donc, comme assureur, ensemble avec d'autres institutions financières où on veut vraiment créer un environnement sans discrimination qui donne les mêmes choix à tout le monde. Donc ça, c'est quand même quelque chose sur laquelle on travaille fortement. On doit le faire tous ensemble et on doit créer la structure, mais c'est vraiment le travail de tous les jours et de chacun entre nous. Ja. Past AG une sorte positive discrimination op? Ik geloof niet in een positieve discriminatie, want dan is dat terug een discriminatie. Ja. Dus we leggen ook geen quota's op, maar het is wel een doel om iedereen gelijke kansen te geven. En dat is iets waar we heel, heel sterk willen op inzetten. En als er bepaalde doelgroepen, en het is soms wel de vrouwen, zich niet zo zeer op de voorgrond zetten, dan is het aan de organisatie om die een steuntje te geven, om die te detecteren, om alle talenten maximaal te exploiteren. Maar ik blijf erbij, het is de goede persoon om de goede plaats die we krijgen. En de mensen die we denken, die talenten hebben, die gaan begeleiden met mentorship-programma's, ontwikkelingsprogramma's, om ze op de plaats te krijgen en ze klaar te stomen voor wanneer ze klaar zijn om een stap te zetten in hun carrière. Okay. Heb je in je carrière of in je leven een soort rolmodel, een vrouw, een model? Niet echt. Dus ik denk dat ik meer leer uit de situaties of uit de personen van, kijk, dat is iets dat ik apprecieer. Dat wil ik ook doen. Of dat stoot mij volledig af.
Maar om te zeggen, dat is allemaal vertaald in één persoon. Nee, het is eigenlijk een proces die gegroeid is. Als ik dan toch een constante moet zoeken, dan val ik niet op diva-profielen. Hm. Dus ik zou eerder kiezen voor een Kim Kleisters, die sympathiek blijft, dan bijvoorbeeld Madonna, die ons overlaatst anderhalf uur liet wachten voor een concert zonder aanwijsbare reden. Dus als ik dan toch iets moet zoeken, dan is dat misschien iets dat ik onbewust kopieer. Oké. Het specifieke thema van dit jaar voor Internationale Vrouwendag, het is inclusie. Wat betekent dat voor jou? Is er een engagement of een engagement van AG in verband met inclusie? Zeker. Ik vind inclusie is nog verder gaan dan gewoon streven naar diversiteit. Dat is een organisatie, een omgeving creëren waar dat iedereen zich volop kan ontwikkelen, hè, waar we iedereen een vertrouwde omgeving kunnen bieden, alles, iedereen respecteren om optimaal samen te kunnen werken. Het is ook vooral luisteren naar elkaar, ons aanpassen, want ons gedrag kan, als de andere mensen beter kent, aangepast zijn of niet aangepast, als je hun omstandigheden beter kunt begrijpen. Dus inzetten op inclusie, dat zal ervoor zorgen dat we elkaar beter begrijpen, dat we beter kunnen samenwerken, betere beslissingen kunnen nemen en gewoon iedereen aan bod kunnen laten komen. Merci beaucoup, Heidi. Merci de nous avoir donné un peu de ton temps pour parler de cette journée internationale de la femme. Et peut-être à bientôt pour un autre podcast. Maybe. Merci.